Paardensportcentrum De Dijkgraaf aan plaats Langeveld in Monster wil nog steeds verhuizen naar dit perceel aan de Hoefweg in De Lier, ook al is het maar tijdelijk. Hier was tot 2003 een asielzoekerscentrum gevestigd, maar daar is niets meer van over. Niet alleen manege De Dijkgraaf, ook een tuinder uit het gebied wil zijn bedrijf uitbreiden met het perceel. Die mogelijkheid is reëel. Het gebied ligt midden in het duurzaam glastuinbouwgebied. Dat is dus bestemd om daar de glastuinbouwbedrijven te vestigen. Er is ook een concrete aanvraag om van dat gebied gebruik te maken. De kavel waar het om gaat bestaat uit twee stukken. Eén deel daarvan is van de gemeente, het andere deel is van Staatsbosbeheer. Dat perceel van Staatsbosbeheer betreft dit stuk grond, afgezet met hekken. Vroeger stond daar een militaire kazerne. De gemeente is met Staatsbosbeheer in overleg om het bos te verplaatsen, zodat een tuinder kan uitbreiden. De Dijkgraaf zit feitelijk illegaal op de huidige locatie in Monster, omdat op dat gebied ook een glastuinbouwbestemming rust. De gemeente gaat een dwangsom invorderen. Ja, de hoogte van het bedrag dat is eigenlijk iets tussen de burger en de gemeente. Dus die wou ik hier maar niet delen. Maar dat is gewoon openbaar, toch? Ja, dat is wel openbaar, maar dat als de bewoner dat niet afgeeft, dan voel ik me ook niet geroepen om dat af te geven. Zou gaan om een halve ton? Het gaat om een fors bedrag, kan ik u vertellen. Een verhuizing naar dit perceel aan de Papendijk in Schravenzande zit er voorlopig ook niet in. Provinciale regels rondom stikstofuitstoot zitten tot dusver de verhuizing in de weg.